Hoe zit het met de centen? Verdient het een beetje goed? Dit is best wel zwaar. Naar boven, toch? Nee, geen watje, maar deze is wel... Ja, hij is al zwaar! Zo, wat een uitzicht! Wil jij lekker buiten werken? Ben je goed met je handen? En ben je niet bang voor een beetje hoogte? Word dan de nieuwe baas over de bliksem. We zijn namelijk op zoek naar bliksembeveiligingsmonteurs, zodat gebouwen als de Martini-toren niet afbranden. Hoi. Hallo, Romy. Hoi. Erik, straks gaan we het hebben over carrièremogelijkheden, zoals inkomens en arbeidsvoorwaarden. Maar nu eerst, wat doet een bliksembeveiligingsmonteur? Die brengt koper aan op het dak, begeleidt het van boven naar beneden, naar een aardelektrode. De toren is ook al 2 keer door bliksem afgebrand. En om dat te voorkomen, wordt een bliksembeveiliging aangebracht. En welke eigenschappen moet een goede bliksembeveiligingsmonteur nou hebben? Je moet met je handen willen werken, een beetje technisch inzicht. Maar een vooropleiding heb je niet nodig. Het werk leer je namelijk on the job. Ikzelf ben ook ooit begonnen als monteur en doorgegroeid naar teamleider. Dus er zijn mogelijkheden genoeg. En is het zwaar werk? Het is best zwaar. Ja? Kan ik proberen? Nee, maar gewoon even proberen. Ja, zeker. Wissel het gewoon even om, dan geef jij mij de rol en dan geef ik jou de... Ja, heb je... Camera. Oh ja, dit is best wel... Dit is best wel zwaar. Naar boven, toch? Ja, naar boven. Dat is best wel zwaar. Wat wou je nemen? Ik ben geen watje, maar deze is wel... Ja, is wel hij is al zwaar. Zo, wat een uitzicht. Ja, gaaf hè. Dit is echt het mooiste van ons werk. Dat we hier gewoon op plekken komen waar je eigenlijk normaal niet komt. Dat is voor je hoofd, Rome. Oh, ja. Want hier zijn allemaal houten balken. Het is enorm brandbaar en daarom moet je een goede bliksembeveiliging. We hebben daar een paard, we hebben daar een haan. En dat zijn ijzeren elementen. Die vangen de bliksem op. En dat wordt begeleid en dat kan je hier op het leien dak heel goed zien. Gaat zo recht mogelijk naar beneden via de zinken goot. Aan de achterkant, aan de buitenkant, naar de aarde waar we net waren, de grond in. We beveiligen dus deze Martini-toren, maar ook UMCG, dus het ziekenhuis daar verderop. En daar staat een hele hoge energiecentrale, maar ook een datacenter van Google bijvoorbeeld. En dat soort bedrijven die willen bedrijfscontinuïteit, dus bliksem is voor hun ook echt een risicofactor en daarom worden die ook altijd goed beveiligd. En Erik, niet algeheel onbelangrijk, hoe zit het met de centen? Verdient het een beetje goed? Ja, het verdient redelijk tot goed. Het uitzicht is natuurlijk onbetaalbaar wat dat betreft. In de montage hebben we een CEO. Je kan altijd doorgroeien als inspecteur, als engineer, planner, noem het maar op. Dat hebben we ook allemaal in onze branche. Ik ben zelf adviseur. Ja, ik doe dit werk al 23 jaar. Het is geweldig. En ik zeg, kom erbij. Dus, ben jij die nieuwe baas over de bliksem? Check dan deze website.